Kijkers van Look TV, welkom bij deze uitzending. En deze uitzending staat in het teken van judo. We zijn in Rotterdam in het topsportcentrum, dat is de sporthal naast de Kuip. Hier worden vanmiddag de Nederlandse kampioenschappen judo gehouden. En we volgen natuurlijk daarbij onze Schiedamse judoka's. Dokan Teking kwam in de eerste ronde uit tegen Bas Meerveld uit Leusden. Na ruim 2 minuten had Teking in de wedstrijd een minieme voorsprong genomen. Naarmate de wedstrijd vorderde, vergrootte Teking zijn voorsprong. Meerveld kreeg 2 waarschuwingen wegens passiviteit. Teking won de partij met 21-0 en plaatste zich voor de halve finales tegen Robbie van Laarhoven. De tweede partij was voor Dokan Teking de strijd om de halve finale. En daarin probeerde de Schiedamse judoka zich uiteraard te plaatsen voor de finale. En de tegenstander in die partij was Robbie van Laarhoven. Een taaie tegenstander, een lange man die in de diverse nationale kampioenschappen al diverse malen de finale had gehaald. En dat het ook een moeilijke partij zou worden, bleek ook in het verloop van deze wedstrijd. Want het duurde lang voordat uiteindelijk het beslissende punt gemaakt zou worden. De beide judoka's waren in deze partij goed aan elkaar gewaagd en probeerden dan ook te zoeken naar de opening die uiteindelijk zou moeten leiden tot de beslissing in deze wedstrijd. We zien ook de coach van Dokan Teking, Arthur den Hamer, die zijn pupil toch probeert om de aanwijzingen te geven die nodig zijn om deze taaie tegenstander Robbie van Laarhoven te verslaan. De partij gaat nog altijd gelijk op. Inmiddels al een minuut verder en nog altijd geen score in deze wedstrijd. Beide judoka's zoeken naar de actie. Grondgevecht waarbij wordt gekeken of daar wellicht de mogelijkheden er zijn om aan te vallen. Maar de verdediging van de beide judoka's staat goed. Nog altijd geen score in deze wedstrijd. Inmiddels iets verder in de wedstrijd. En daar probeert Dokan toch om de beslissing te forceren. Maar we hebben het u al gezegd, Van Laarhoven is een taaie tegenstander die zich niet zomaar naar de grond laat werken. Een lange partij en je ziet ook dat bij de judoka's dat veel kracht kost om toch die beslissing te forceren. Beide proberen daar om die beslissing te maken. En het wordt in ieder geval duidelijk dat degene die een punt maakt in deze wedstrijd waarschijnlijk ook de wedstrijd op zijn naam gaat zetten. Inmiddels iets meer dan 2 minuten gespeeld in deze wedstrijd en nog altijd geen score in deze wedstrijd. Dat betekent dat de beide judoka's dus goed aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat verwacht je natuurlijk ook haast niet anders in een halve finale van een nationaal kampioenschap. Geen score hier nog. Robbie van Laarhoven heeft geprobeerd om Dokan Teking daar vast te pakken, maar dat lukte niet. En daar moest Dokan goed opletten. Hij viel daar bijna waardoor Van Laarhoven het kon overnemen. Maar dat ook dit leidde niet tot een score. Nee. 0-0 nog altijd in de wedstrijd. En mocht dat zo blijven trouwens na deze wedstrijd, dan zou een verlenging uitsluitsel moeten geven over wie zich plaatst voor de finale. Nog iets meer dan een minuut te spelen. En nog altijd geen score in dit duel. Beide judoka's zijn krachtig en proberen nogmaals die beslissing te forceren. Maar u ziet het ook aan Dokan Teking dat de vermoeidheid toch ook begint toe te slaan in deze wedstrijd. Yeah.
En dit wordt de beslissing in de partij. Hier ligt Dokan Tekin op zijn rug. En heeft Robbie van Laarhoven de score weten neer te zetten. En dan is het voor de Schiedammer met nog maar de korte tijd die resteert. Heel moeilijk om daar nog wat van te maken. Je ziet het ook op het scorebord. 45 seconden en 100 tegen 0 voor Robbie van Laarhoven. Die vervolgens gaat proberen om de partij er natuurlijk uit te halen. En Dogan moet nu wel gaan aanvallen. En op zoek gaan naar een beslissing die dan in ieder geval ervoor zorgt dat ze weer naast elkaar staan. Maar de tijd is waarschijnlijk te kort voor Dogan Tekin om nog verandering te kunnen aanbrengen. Nog 20 seconden. En Van Laarhoven probeert nu natuurlijk om die aanvallen van Dogan Tekin af te wenden. En dat doet hij goed. Geroutineerd als hij is. De judoka uit Tilburg. En Dogan probeert ze met een klem nog wellicht punten te halen, maar dat feest gaat niet door. Nog in de laatste seconde. En de vraag is of Dogan daar nog in wat zou kunnen forceren. Dat zou heel erg moeilijk worden. Ja, en dat laat Van Laarhoven natuurlijk niet meer liggen. Die gaat de confrontatie uit de weg. En hier is het voor hem zeker. Robbie van Laarhoven plaatst zich voor de finale. Daar kunnen we wel zo'n beetje nu van uitgaan. En straks zal het definitief worden en nu is het ook inderdaad definitief. Rob van Laarhoven plaatst zich voor de finale en Dogan Tekin moet zich opladen voor de strijd om het brons. En om 7 uur in de avond was het zover. Judoka Mark Huizinga ging op voor zijn laatste wedstrijd. De finale van het Nationaal Kampioenschap in de klasse tot 90 kilo tegen Jeffrey Meelsen. De allerlaatste keer op de tatami. Mark Huizinga die zijn vele fans en familieleden op de tribune verwelkomt bij zijn allerlaatste wedstrijd. In het duel tegen Jeffrey Meelsen. En eens kijken of Mark Huizinga die partij weet te winnen. De aanval zoekt Mark Huizinga natuurlijk daar gelijk in die wedstrijd. En dan gaat hij kijken of het hem lukt. En dan duurt het wel geteld 16 seconden voordat inderdaad de partij is beslist. En Mark Huizinga voor de 10e achtereenvolgende keer de nationale titel wint. En zijn carrière dus afsluit met het Nederlands kampioenschap. Felicitaties zelfs van de scheidsrechter. Niet heel gebruikelijk bij een judopartij, maar terecht natuurlijk bij zo'n grote sportman als Mark Huizinga. En de laatste gouden medaille voor Mark Huizinga. Hij kreeg hem uit handen van staatssecretaris Jack de Vries van Defensie. Naast me staat Dogan Tekin. Een bronzen medaille gewonnen vandaag bij de Nederlandse kampioenschap judo. Dogan, ben je tevreden over de medaille? Of ben je toch teleurgesteld dat de kleur brons is? Het laatste, ja. Ik sta liever in de finale, laat ik het zo zeggen. En dan in de finale, ja, dan kan je een mooie pot maken. Maar in de halve finale maakte ik één foutje, wat cruciaal was voor mijn finale plaats. Dat was de partij tegen Robbie van Laarhoven, die uiteindelijk heeft verloren van Guillaume Helmond in de finale. Wanneer wist je voor jezelf dat het niet goed zat? Nou ja, tot het einde, eigenlijk wanneer de pieper gaat, ga je door. En na de pieper denk je van, oh, shit. Ja, daarvoor ga je gewoon door en dan maak je gewoon ook kans om de partij terug te draaien. Maar ja, dat is niet gelukt. De partij was gelijkwaardig. In de eerste heb je gewonnen, dan komt die tweede partij. Ja. Dan is toch, dat geef je zelf ook aan, neem je dan iets te veel risico in die partij? Ja, ik nam inderdaad op dat moment iets te veel risico. Wat me eigenlijk gewoon, ja, gewoon mijn finale plaats kostte, dit toernooi. Dan weet ik wel voor brons het heel mooi goed te maken. Maar dat is, ja. Het maakt mij niet vrolijk. Teleurstelling was groot. Ja, dat is nog steeds. Maar het is niet anders. Je kan het niet terugdraaien. Maar goed, dan moet je snel de knop omdraaien om toch te proberen, neem ik aan, toch die bronzen medaille in de wacht te slepen. Ja,
Ik bedoel, je moet het maximale eruit halen wat er op dat moment in zit. En dat was voor mijn laatste plek was dat voor brons voor de laatste partij. Nou ja, en dat heb ik wel binnengehaald. Ja, en terecht van die partij heb je vroegtijdig beslist. Ja, dat ging goed. Nou, je gaf het al aan, toch teleurgesteld omdat je eerder hier in de hal de Rotterdam Trophy op je naam hebt geschreven. Ja. Was je daardoor ook al met een goede verwachting naar dit toernooi toegegaan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb gepiekt op het moment een maand geleden voor de Super World Cup. Het heeft veel meer aanzien dan het Nederlands kampioenschap een maand later was. Maar het was mijn laatste toernooi van het seizoen. Ik wilde het goed afsluiten. Maar ik heb helaas mijn goede vorm van een maand geleden niet zo door kunnen zetten als dat ik zou willen. Maar... Judo, en dat zien we ook weer vandaag, is toch een sport waar je mentaal ook heel erg mee bezig moet zijn. Ja, en dat zie je ook weer in die halve finale partij. Ja, nou ja, dat is... het is een mentaal sport. Ja, het is heel belangrijk. Belangrijk aspect. Maar ik heb niet daarop verloren, de halve finale. Dat was gewoon een risicootje. Momentsport. En helaas was het moment voor mij niet goed. Dan gaan we naar de toekomst kijken. Wat staat er voor je in de toekomst op de planning? Ik heb tot februari heb ik eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk deze maand een beetje gas terug gaan nemen. Ik blijf wel gewoon keihard trainen, maar in plaats van 6 keer in de week of 9 keer in de week ga ik nu gewoon lekker een beetje terug naar 4 keer in de week, een maandje. En daarna ga ik gewoon weer de draad oppakken tot 9 keer, tot 10 keer in de week. Ga ik gewoon keihard aan de bak en dan in februari begint het World Cup seizoen weer. Dus daar wil ik gewoon weer aan de bak en keihard. En wat wordt voor jou het grote doel voor volgend jaar, 2009? 2009. Nou ja, heel veel wereldbeker wedstrijden gaan doen. En daar ook presteren zoals ik dat vorige maand ook heb gedaan. Naast me staat Arthur Den Hamer, de trainer van Dokkan Teking. Ja, Dokkan was wat teleurgesteld over de bronzen medaille. Deel jij die mening? Ja, natuurlijk zijn we teleurgesteld. Van tevoren gingen we hier naartoe met het doel kampioen van Nederland te worden. We wisten dat het een hele moeilijke taak zou worden, omdat er twee hele grote concurrenten in hetzelfde gewicht zitten. En dat is natuurlijk Guillaume Elmond, de nummer 3 van de wereld. En Robbie van Laarhoven ook niet uit te vlakken. Dat is ook is gewoon een kanjer. Hij is niet zo bekend als Elmond, omdat hij altijd tweede man is geweest. Maar het is ook gewoon een goede judoka. Dus dat het moeilijk zou worden, wisten we. Maar Doan is dit jaar enorm sterk geworden. Dus we zagen wel kansen, ja. Nou noem je ook Robbie van Laarhoven. Dat is de partij die Dokkan heeft verloren, waardoor hij de strijd om het brons aan moest gaan. Maar het was wel een wedstrijd die gelijkwaardig te noemen was. Die wedstrijd ging aardig gelijk op. Dokkan had in het begin zelfs de overhand. Op een gegeven moment ging Robbie wat agressiever judoën, wat sneller tot een actie komen, waardoor Dokkan een straf dreigde op te lopen. Dus hij moest wat doen, alleen... Hij maakte een fout door een te grote aanval in te zetten, te veel risico te nemen. En die aanval werd overgenomen door Van Laarhoven. En toen stond hij direct op Vasari achterstand. Ja, en dat is een minuut voor tijd lastig weg te poetsen natuurlijk. Had je op dat moment al, want jij ziet die partij natuurlijk langs de kant, al het idee van dit gaat hem niet worden vandaag? Nou, tijdens de partij waren er volop kansen om te winnen. Alleen het moment van die overname, dan weet je een minuut voor tijd van dit kan je bijna niet meer goed maken. Je kan hem nog op een straf zetten, maar een Vasari terughalen tegen zo'n geroutineerde judoka is heel moeilijk. Want die jongen die weet best hoe hij zijn partij uit moet judoën. Dan moet je Dokkan toch weer gaan opladen voor de strijd om het brons. Want ja, het is toch mooi als je een medaille uiteindelijk in je vingers kunt houden. Hoe moeilijk is dat? Dat was dit keer best moeilijk, want de teleurstelling was heel groot. Hij had heel graag de finale gedraaid tegen Guillaume Elmond. Om te kijken van hoe ver sta ik nou, wat kan ik tegen hem. Hij traint wel met die jongen, maar nog nooit in een finale op een NK tegengestaan. Dus hij was echt benieuwd van hoe dicht zit ik achter hem of kan ik hem al verslaan. Dus hij was enorm teleurgesteld en ik moest echt wel eventjes goed om hem inpraten om hem weer op te peppen voor het gevecht om het brons. Dat duel wint hij, waardoor hij ook met brons toch naar huis gaat. Noem je dat dan brons met een gouden randje of blijft het toch slechts een troostprijs?
Nou, het is geen brons met een gouden randje. Het was wel een hele goede partij. Hij eindigde goed. Hij begon ook goed zijn eerste partij. Tweede partij was goed. Eén foutje, wordt hem fataal. De partij om het brons was weer gewoon prima. Marcel Joling uit Veendam is ook een taaie. Het is niet zo'n hele technische judoka, maar wel een hele taaie judoka. En best moeilijk te verslaan. En dat deed hij uitstekend. Hij kwam op voorsprong en hij maakte het af met een schitterende nippon. Dus ja, een gouden randje is het niet. Maar het is wel een mooie verdiende bronzen plak.